heb ze net een worm gegeven. Het is een beetje moeilijk opsteken, maar de worm is ook best wel groot, hè. Hij heeft hem opgegeten. Grote monster. Onze eerste worm die we hebben gevoerd aan de vissen. We hebben hier een wormencompostbak. Hier groeien de wormen in. Ja, het is een beetje zoeken naar een worm. Kijk, daar hebben we er een. Kom hier. Voilà. De worm. Even afspoelen. De kraan. Worm is schoon. Dat vinden ze echt spannend. Want het is echt topvoer voor die wormen. En allemaal go. En there we go. Oh. La. Vechtend over een worm. Het is wat. Ideaal gratis topvoer. Nam. Wat een mafkees. Het ziet er bizar uit. Maar ja, ze genieten er wel van. En het is ook gewoon hun eigen poep wat ze weer opeten. Zo is de cyclus voor de vis ook weer compleet. Ah, ze zijn een beetje groot om op te eten. Ja, dan moeten ze maar een stukje verscheuren met z'n tweeën. Met z'n allen. Ja, bijna op. Nou, dat zal hem wel van smaken, denk ik. Ik maak de wormencompost. Maak ik met de afval van de planten. Dus je ziet hier groeit al genoeg in de kamer qua groen. Een paar mooie boontjes hangen. De boontjes. Even kijken of ik scherp kan stellen. Hier zijn de boontjes. Naar de camera. En hier hebben we een mooie pul. Super grote pul. Voilà. En het groeit al lekker door zo'n beetje in de kamer. Zoals je ziet. Hier. Daar. Hier. En daar. Ik ben al bezig geweest met snoeien. Gisteren hebben we al 2 tomaten geoogst. Dus dan komt de derde komt er ook nog aan. Maar die moet nog even rijpen. En voilà. Een mooie tomaat. En hier komt er ook alweer een nieuwe aan. Hier. Yeah. Voilà. Nog meer bloemetjes, boontjes.
Alleen deze die raak is moeilijk bevrucht. Ik moet even kijken of ik daar een oplossing voor kan vinden. Met een wattenstaafje was het nog niet helemaal gelukt. Alleen eentje dan die daar hangt. Visjes zijn ook dik tevreden. Kreeft ook. Visje. Hier de kleintjes. Kleine visjes. En een kleine kreeft hier. Hier zit de grote. Die is alweer bezig met nieuwe eitjes aan het maken. Dus met zijn staart, met zijn poot maakt hij dan, plakt hij de eitjes vast aan de onderkant. En hier hebben we ook nog de ronde bak. De biothee. Ook goed, lekker bezig. Ik moet nog een beetje schoonmaken. Daar is Christen mee bezig. Ik voer de kreeft ook wat bladgroen. En hier hebben we onze watervlooienkweek. Kijk, ik wil het goed zien hier. Gaat ook lekker. Af en toe wat water toevoegen van het aquarium. Dan hebben we nu algen weer genoeg voeding om de watervlooien weer te voeren. Het is wel een druk. Ik was ook weer aan het snoeien geweest, want deze lamp die wordt helemaal begroeid door allerlei bladgroen. Dus ik heb hier aardig wat bladgroen bij elkaar versprokkeld. Het gaat allemaal weer terug naar de wormenbak. Dan kunnen de wormen weer lekker eten. De wormenbak is vrij simpel. Je hebt gewoon gaatjes erin geboord aan de onderkant en de zijkant voor de luchtcirculatie. En de deksel zitten gaatjes in. Het ruikt lekker naar compost. Dat is een goed teken. Mocht je ammonia ruiken of het stinkt, dan is het gewoon te veel voedsel of de lucht is niet goed. En hier heb ik aardig wat wormen thee al opgespaard. Deze gaat op het land. Ideale voeding, supervoeding voor planten. Dus daar zijn ze allemaal blij mee. Kijken of ik nog een worm kan vinden voor de show. Er zit er genoeg in. Zo'n wormenbak heeft ongeveer een startperiode van 2 maanden. Daarna gaat hij lekker. Kom hier, worm. Kom. En een dikke vette worm weer. Even afspoelen. Komt ie maar. Lunch. Hoppakee. Een worm voor de vis. Enjoy. Piep. And it's gone. En hij heeft hem. Hij is een tuk geschud. Wat een vleeseters toch. Nou goed, de vissen poepen. De wormen eten de plant op. De worm eten de plant op. De vissen eten de worm op. Ideaal. Dan heb je geen afval meer. Alleen maar topvoedsel. Vraag of zo, of hoe je een wormenbak creëert. Het is eigenlijk vrij simpel. Je hebt verschillende etappes. Dit is eigenlijk één etage. We hebben 3 etages. Er zitten de wormen wat verspreid over de etages en ze kunnen ook heen en weer kruipen. En het voordeel daarvan is dat je het compost wat makkelijker eruit kan halen. Of gewoon een etage opschuift naar beneden of naar boven. Als men weet wat ik bedoel, ongeveer. Dus misschien ga ik die ook nog bouwen. Een wormenbak met meer etages. Voor de rest gaat alles hierin. Karton. Bladgroen. Alleen geen gekookt eten en geen vlees. Dat kunnen ze niet tegen. Ik heb hier nog een klein wormpje.
Voilà. Eens kijken of die guppen dat lekker vinden. Even kijken. Daar zit hij. Hap. Nou. Hier wordt nog een keer opgegeten door een klolgup. Zelf hier. Gupjes vermaken zich prima. En de vorm was niet opgemerkt. Nou. Een goede tip is voor wormenbakken is dat je plantvegetaties in stukjes knipt. Van 5 centimeter ongeveer. Dus leef je uit. Zorg ervoor dat die wormen kleine stukjes krijgen. Dat verteert sneller. En dat maakt het proces allemaal wat luchtiger, is beter, aangenamer voor de wormen. Dus. Ideaal. Tot de volgende keer. Doei.